Thijs Wiegers. Wat is uw functie? Ik ben de regiobeheerder voor Oost, Achterhoek Oost van de FDF. Dus dit de zoveelste actie, wat is de bedoeling? Ons doel is, de actie was eigenlijk bedoeld in aanloop naar de actie van morgen. Maar die helaas afgeblazen is, of helaas. Ik snap het uiteraard, omdat het kan alleen met ons voordeel uitwerken dat we wachten. Want de metingen die de RIVM en de berekeningen die de RIVM gedaan hebben, die kloppen niet. Tenminste, daar lijkt het op, in grote lijnen. En het lijkt alleen maar positiever uit te komen voor de hele veehouderij in Nederland. Dus het is alleen maar goed dat er gewacht wordt. Maar wij willen wel laten zien naar het bestuur toe dat we ze steunen. En vandaar dat wij onze actie, die we besloten hadden als FDF Gelderland, door te zetten. En vandaag is de laatste dag. Hier in Ruurlo wordt er natuurlijk groots uitgepakt. Met de optreden van de Spitfires. Ik persoonlijk ga samen met mijn regiobeheer Rutger van Lier gaan wij alle locaties langs snacks te brengen. Eerst naar Groenlo, dan naar Winterswijk, naar Alten en naar Lichtenvoorde. Om ze allemaal te voorzien van een warme snack. Want daar staan ook nog, ik denk, zo tussen de 100 en 150 trekkers opgesteld overal. Nou, komt het Spitfires. Hoe is dat tot stand gekomen? Het schijnt dat gisteren had Albert hier de actie hier geregeld. En toen was Hein van de Spitfires was hier gestopt met zijn auto. En had de jongens te woord gestaan en jullie hadden gezegd van, als jullie morgen hier weer staan, dan komen we optreden hier. Nou ja, zo is het gekomen. Van één kwam het ander. Dus hartstikke mooi initiatief. En we hopen dat de overheid wakker wordt en eens keer zegt van, jongens, jullie hebben gelijk. Ja, dat hopen we wel. Maar ik ben bang. En ik heb zo vermoeden dat we nog wel weer naar Den Haag heen moeten met z'n allen. Voordat we ze zover hebben. Maar we wachten af. Dus de toekomst zal het uitwijzen? Ja, ja. Ja. Dus hopen dat we de overheid nog kunnen dwingen te wachten tot na 20 februari. Want dan wordt er meer bekend van het mestdagfonds uit. En dat zal waarschijnlijk allemaal in een groot voordeel van de boer zijn. We wachten gewoon af. Ja, we wachten af. Ja. Dank u. Ik zal u met de pielen tegen de boks aanslaan. Dat boedertit er overend kon staan. De boks aan slaan, de boks aan slaan. Ik zal met de pielen tegen de boks aan slaan. Dat doet het dit en al een rent constant. Jawel, de
Samson, de Bok Samson, de Bok Samson. Ik zal hem met de wielen tegen de Bok Samson. Dat hoe de titten al een rentkomstop. Ik zal hem met de wielen tegen de Bok Samson, de Bok Samson, de Bok Samson. Ik zal hem met de wielen tegen de Bok Samson. Dat hoe de titten al een rentkomstop. Hij van de Spitfires, of niet zo? Hein, wat doet de Spitfires bij je boerenprotest? Ja, we kwamen gisteren aan en gingen naar de repetitie met mijn nieuwe Spitfire-band. Dat is in West-Friesland, Noord-Holland, is bij Schagen ergens in de buurt. En de reden we hier ons vast op de rotonde bij de boeren. Ik zeg tegen Willy, of Willy zei tegen mij, eigenlijk van, dan moeten we even kijken naar. Nou, we hebben eens gekeken en dan zei Willy in één keer van, Hein, kun je morgen zingen? Ik denk, hold de kop wel. Zo geeft dat. Maar ja, het bloed krub wordt niet gewoon gaan natuurlijk. Fantastisch natuurlijk. En vooral in mijn eigen streekje. En natuurlijk voor de boeren. En hij zei, ja nou, dat wil ik dan wel doen. Maar we zien hem een beetje gluten neerzetten. De hele avond aan bellen geweest onderweg gisteren. En toen hebben hun gezegd, ja maar dan gaan we wel een beetje groter uitpakken als Hein Kump. En nou, toen hebben ze dit opgezet hier langs de zijkant. Parkeerplaats. En een uur of 12 of 1 vannacht, wil je of niet, was het rond. Ja, ja. Hoe is het bevallen? Fantastisch. Ja, een beetje koud. Voor eerst de jas nog aanhollen, maar ja, dat is ook al zo waar of niet. En lekker Oldewest erop knappen. Net als, ik vond het net zo mooi als afgelopen zaterdag in het Gelderdoom. En binnenkort nog een nieuwe single uit of is dat niet te verwachten bij de Spitfires? Ja, ik heb pas nog een album gemaakt, maar ik heb wel een vinyltje uit. Maar ik hang er nog één keer stevig uit de boxen en een liedje van nog één. En het leuke is, beide liedjes hebben mijn zoon geschreven. Dat vind ik... wel apart, ja, moet ik zeggen. Dus geen gewoon deur in de generatie. In ieder geval mooi dat je de boeren op deze middag ondersteunen wil. Ja, natuurlijk ondersteun ik de boeren. Ik woon er midden tussen. Ik heb van de boeren geleefd mijn hele leven. Wie spelen alleen op boerenfeesten, toch? Of niet zo? Dankjewel. Oké, merci.